Johan, je bent weer druk aan het dopen sorteren. Ja, hier zitten er ongeveer. Hier zitten er ongeveer 25.000 in. In deze zak? Ja. 25.000. Ja. Maar Johan, wat heb ik gehoord? Je gaat met de Deris Varia vrijdags op de markt staan. Ja, om te kijken op de Varia. Ja? Vrijdag. 31 juli. Ja. En daar sta ik op mijn stand en dan kunnen de mensen vanaf nu gesperren en daar inleveren. En dan op de Varia, 31 juli. Ja, maar leg eens even uit over de dam, want je hebt er al heel veel. Ja, ik heb er nog 152.000 doppen vanaf de kerstmarkt. Vanaf de kerstmarkt. Tot aan nu. Maar het aanleveren van de doppen, hè? Ja. Daar zit een verhaaltje bij. Ja. Want mensen gaan natuurlijk volop sparen, dat is logisch. Ja. Maar hoe moeten ze aangeleverd worden? Ze moeten in ieder geval schoon aangeleverd worden. Ja. Anders wordt ze niet goed gekeurd en dan is dat goed zonde. Ja, dat is doodzonde. Ja. Dus, maar dan heb ik nog wat gehoord, want jij spaart ook bierdoppen. Ja, ik spaar ook de bierdoppen. Maar die kunnen ook? Ja, die kunnen ook, ja. En dat is ook voor de dop voor de hond? Ja, ook voor de dop voor de hond, ja. Oké. Okay. Kijk, want hier heb ik dat. Ja. Die is nog vol. En die is nog vol. Dus bier, maar ook dekseltjes? De dekseltjes. Nee, het zijn de deksels. Deze en deze? Die mogen ook? Ja. Ja. Maar ook schoon aanleveren? Ja, ook allemaal schoon. Dit is eigenlijk niet schoon. Nee, dit is schoon. Maar bierdop en plastic dop, dat kan dus? Ja, bierdop en plastic dop, ja. Hoeveel honden heb je eigenlijk al bij elkaar gespaard? Het is 40.000 voor één hond. Voor één hond? Ja, en ik heb er nu 152.000. Dus dat is al bijna 400. 400, ja. Want de actie gaat altijd gewoon door, hè? Ja, actie gaat gewoon door. Ik zeg ook tegen de mensen, ook zonder tegenbericht gaat de actie gewoon door. Ja, het is gewoon een landelijke actie en jij spaart samen met de familie Brandt. Ja, met de familie Brandt, ja. De familie Brandt, daar spaar jij voor weer aan. Ja. En jullie gaan gewoon door. Ja. Dus de doppen kunnen altijd... Altijd ingeleverd worden, zoals ik heb een aantal inleverpunten, zoals Alice. Op Bloemenhuis Alice, Bloemenhuis Alice. Pets Place, Mark Pauls en de familie Brandt aan de Leisterstraat 12. Ja. En bij de kinderboerderij. Oké. Daar kun je ze allemaal inleveren. Dus, en bij jou? En bij mij, ja, bij mij zeker, uiteraard. Nou, helemaal oké. Dus, dit is Varia, vrijdag 31 juli. Ja. Dop voor een hand. Ja. Dus allemaal weer dopen sparen. Ja, allemaal dopen sparen. En dan vrijdags inleveren bij jouw stands op de Deris Varia. Waar ik sta, weet ik niet, maar in ieder geval op de Varia. Kom helemaal goed, succes. Ja, dankjewel. En we zien jou daar. Ja, is goed.